Lekker, Hichem. Klapper alles. Ja, tuurlijk. Ja, toch. Dames en heren, jongens en meisjes, check mij Easyman. Like en subscribe op Easyman TV. En vandaag zijn we bij Excelsior Rotterdam en we zijn met niemand minder dan Hichem Fijk. Challenge nummer 1. De eerste challenge is de hooghoud challenge. Lekker hooghouden links en rechts. Als je de bal laat vallen is het 5 keer opdrukken. En dan kan je weer verder gaan met hooghouden. En wie het eerst bij de lijn is, die heeft gewonnen. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Easyman heeft verloren, bal is rond, de enige echte Hichem Fijk. Ja, die heeft het gewoon gekild, man, hij heeft een super controle, man. Alleen dat kan ik zeggen. Like en subscribe en we gaan verder met challenge nummer 2. Oké, challenge nummer 2 en het is skill time. We gaan elkaar lekker wat acties laten zien, dus check het gewoon, man. Hichem Fijk, weet u hoe het doet toch? Shine together, man, bro. Oké, we zijn aangekomen bij de derde challenge. Het is panna time. We spelen lekker een potje tot de 3. Als je een panna krijgt, heb je verloren. En ja, bal is rond. En gewoon blijven lachen. En we gaan het zien, man. Love en respect. Pauw. 3, 2, 1. Hey.
ja. Zo zie je het maar, hè. Bijna gereden, bijna gereden. Eerlijk gewoon, zo doen we dat. Like en subscribe, Easyman TV. En zo zie je het gewoon. Dishem Fijk. Ja, dit is wat we doen, man. Pauw. Ja, daar zitten we dan. Derde helft. We hebben panna gespeeld. We hebben skill time gedaan. We hebben een estafette controle challenge gedaan. En ja, je bent gewoon aan, man. Ja, mijn vraag naar jou is gewoon, ja, hoe ben je eigenlijk begonnen met voetbal? Ja, zoals de meeste jongens dat hebben gedaan. Gewoon heel veel buiten gevoetbald, heel veel op straat gevoetbald. Na schooltijd heel veel gevoetbald. En ja, voor mij was het gewoon of op school zitten, of ik was gewoon op mijn club, of ik was gewoon buiten aan het voetballen. En ja, zo krijg je gewoon een goede basistechniek en die probeer ik op het veld ook wel eens te gebruiken. Oké, top. En ja, je zei al dat je ook op straat voetbal, dat je op straat speelde. Ja, in welke buurt speelde je dan? Ja, in Den Haag bij ons had je vroeger een pleintje. Tegenwoordig is dat veel minder, maar vroeger was daar gewoon bijna heel Den Haag te vinden. En ja, en dan ga je tegen jongens spelen van andere buurten. En ja, zijn andere jongens ook prof geworden, zoals Miel Mahi bijvoorbeeld. Die is ook profvoetballer geworden. En ja, zo kom je tegen jongens die gewoon heel goed kunnen voetballen. En zo word je zelf ook beter. Oké, mooi. Ja, wat heb je geleerd van straatvoetbal? Ja, het zijn gewoon dingen wat anders is dan bijvoorbeeld als je op je veld voetbal bij je club. Op straat heb je bijna geen regels, dus ja, het kan een keer voorkomen dat iemand je op de grond gooit of een tackletje krijgt. Ja, dan moet je gewoon doorgaan. En, ja, dat soort dingen maak je wel sterker en krijg je wel een persoonlijkheid van. Dus ik denk dat op straat voetballen, dat je daar alleen maar positieve dingen uit kan halen. En, ja, en dat je daar ook gewoon mannelijker van wordt. Oké. Ja, man. Zo zie je het, hè. Het is gewoon Easyman TV. Like en subscribe. 2 duimpjes. Alles voor de views. Shout-out naar Hisham Fijk. En hij is echt een topper. Echt een talent. Dus blijf kijken. En zo doen we dat gewoon, man. Easyman. Love en respect. En pauw. Nog deze man.